Dames en heren kijkers, van harte goedenavond en welkom bij deze aflevering van Plinchong. Het is aflevering nummer 4. Vanavond hebben wij in de studio de wetenschapper Dr. John Somidjo, afkomstig uit Lelydorp. En met hem gaan wij straks luchtig babbelen over dingen die betrekking hebben met de wetenschap, cultuur en alles wat die smer zei. Ngadorake keselamatan ing waktu iki marang poro pemirsa sing tansah tak hormati. Iki siaran Plinchong, iku maksude ing basa Londo ya The Schijnwerper, ing basa Inggris The Spotlight. Ambalan nomor papat lan ing wektu iki aku kedayoan salah siji sarjana medis iku ora ana liya kejaba Bapak Dr. John Somedjo songko Bawali Dorep yo alamat songko Selibesweg. Ayo dirungokake apa sing tak suguhake lan apa sing diwangsulake dening Bapak John Somedjo anggone kita wicantenan ya ing basa Jawa, ing basa Seranang utawa taki-taki uga ing basa Londo. Aku ngaturake keselamatan marang Bapak John Somedjo. Piye kabare? Abe, Pak Dus, aku matur kesuwun dina iki aku mugi kelonggaran nang televisi Kokrama kanggo nggawe pajulo informasi over maatschappelijke ontwikkelingen van alles nog wat. Misschien kunt u onze kijkers informeren of uitleg geven met betrekking tot ja, uw beroep en uw hobby's en alles wat die smer zei. Ja, ik was al heel vroeg begonnen met zelfontwikkeling, Padus. Je weet, in mijn vanwege mijn leeftijd nu ben ik laatst nog 67 jaar. En de tijd van de jaren 50. Still going strong? Ja, ik tot mijn 20ste jaar heb ik de samenleving vanuit mijn eigen manier met mijn ouders, met de familie mogen bijdragen. Hè? En na anak ewang orang duwe ke moyo moro furu nang deso yo berupe apa nandur landbouw. En zo ben ik opgegroeid natuurlijk. U mag ook weten hoe dat allemaal toegaat of toeging in mijn jonge jaren. Ik had moeilijke jeugd gehad, hele moeilijke jeugd. Ja, was ook misschien ook door mijn gedrag hoor. Ik ben geen gemakkelijke jongen thuis en word niet makkelijk geaccepteerd door mijn ouders. Want AMJ was streng, een proletariat, een landbouwer. En, Pak E, wong religieus, ja toch islam, ja. Strenge opvoeding. En ik was al in die tijd al progressief. Dus ik kon het niet altijd vinden met mijn vader. Dus met als gevolg dat ik, dat ik niet verder kon ontwikkelen hier in Suriname. Dan de toevlucht was gaan zoeken naar Nederland. En lungane naar Nederland, ik mau Pak Dus, aku somong. Anak ewang randuwe, ya tau Pak Ereksa nukau kiteket. Si nukau kiteket ke mau sedulur yang rotun duwe. Iya, di nukau kiteket, ankle race. Budali ku haya aku randuwe sakel, budali. Amergo aku wis seker, aku ngerewangi wong sing duwe problem kaya aku, wongnya tak rewangi, bisane tuku tiket lunga nang Nederland and believe aku. Nah aku dua problem, aku perlu ngebel bongi. Well, what year was that? That was the year 1975. And you say so net that you afkomstig ben uit een arm family. Family. Menawa iso nyeritake penguripan songko zaman iku, zamane ya, zaman Noroyono, Guyabating. Yeah. Menawa iso nyeritake. Aan de ene kant was een moeilijke tijd, maar aan de andere kant ervaar ik ook als een hele gezellige tijd. Ik zeg het u eerlijk, want het leven was
zo vrij en blij. Ja toch, je kan doen en laten wat je hebben wil. Maar één ding, als je strenge ouders hebt, dan ga je problemen krijgen. Ja toch? Want, maar heeft u wel moeite mee? Ik had heel veel moeite, omdat ik een hele progressieve jongen al was geweest. Ja. En ik wilde graag ontwikkelen, maar de mogelijkheden was voor mij zeer beperkt vanwege de omstandigheden thuis. Maar u bent toch tevreden wat u nu bent geworden? Ja, natuurlijk. En trots op uw ouders? Ik ben nog steeds trots hoor, op mijn ouders. Mijn ouders blijven mijn ouders, ondanks alles. Ja toch? Ondanks alles ben ik heel erg trots op mijn vader en moeder en mijn familie. Die, ja, we steunen elkaar nog steeds. Hè. Mijn moeder leeft nog. Mijn moeder is nu al 87. Zij is nu bedlegerig. Ja toch? En je mag weten, ik ben geremigreerd eigenlijk ook vanwege mijn moeder. Ik heb altijd gezegd, ja toch, als ik al wat heb bereikt in de maatschappij, dan mag ik mijn moeder niet vergeten. Oké, okay, u zei zo net, als ik al wat heb bereikt, ja, dan kom ik terug naar Suriname. Ja. Vooral omdat mijn moeder, ja, voor u veel betekent. Ja. Wat heeft u bereikt? Wat heb ik allemaal bereikt? Kijk, zoals ik gezegd heb, ben ik een drop-out. Ik ben blijven zitten 2 jaar op eerste klas Milo. Mensen kunnen mij herkennen, die op de Milo, hè, klasnoten, ja toch, kunnen mij herkennen wie John Somedio is. En daadwerkelijk was blijven zitten 2 jaar. Verder heb ik wat geleerd door technisch werk bij Bas Chenatak, daar aan de Timmermanstraat, elektromonteur en zo. En een beetje eigenlijk de avondtechnische school doorlopen, maar dat was niks geworden, want ik had daar niet nakal. En ik nakal. Dus toen was dat niks geworden, ik ben weer terug, ik heb weer gelandbouw bij 5 jaar, hoor. Geen salaris, niks, net in een job, mannen. En mijn vader was geen sportieve man, nee, wat hij kende is, geen sport, ik ken geen sport, weer naar sport, moeilijk het kapoei. Ja, dat was de opvoeding van toen, hè. Ja. En ik had heel veel tegenslagen in mijn jonge jaren. En vader, ik zeg, nou, ik heb hele moeilijke jonge jaren gehad en die trauma heb ik zelf nog in Nederland moeten verwerken. Omdat, je weet, je ben hier, hè, afhankelijk van je familie en alles, hè, zo mooi, hè. En plotseling zo moet je je familie verlaten. En daar aankomen, er was 1 persoon die mij heeft ontvangen en kort daarna heeft mij in de steek gelaten. Ja, toen verval ik in mijn eentje, hè. Dan moet je sterk zijn. Ja. Ja, en veel dosis doorzetting vermogen hebben om heel veel dingen te verwerken in de Nederlandse maatschappij. En bovendien, in de eerste jaren had ik heel veel problemen met mijn hersenen. Toen heb ik laten controleren bij de Westeinde ziekenhuis over mijn hersenen. Toen bleek dat mijn hersenen eigenlijk heel zwaar beschadigd was. En in Nederland, als je hersenen... Beschadigd door de studie of zo? Nee. Ik wil dat geen prijs geven, okay, maar de tegenslagen op mijn hersenen, toen wat ik moet incasseren hier in Suriname, was zodanig dat de hersenbeschadiging, dat wist ik niet. U bent vertrokken, ik ben naar Nederland vertrokken in, ja, in 57. 75. Ja. Met welk bagage bent u naar, ja, Nederland vertrokken? Mijn bagage was, blijven zitten, 2 jaar. Eerste klas Milo, 1 jaar LTS en ik geloof dat ik ook een algemene ontwikkeling bij de instituut snel vooruit gedaan. Ja. Ja, en mijn rijbewijs behaald. En als landbouwer, hè, mijn ervaring, dat was mijn bagage. Niet meer. Ja. En bovendien, ik was ook nog ziekelijk hoor. En ik had een voetbalknie opgezwollen. En daar moest ik ook heel snel operatie moeten doen. En ik stond alleen. Maar hoe heeft u het kunnen bewerkstelligen dat u dan een wetenschapper bent geworden? Zo.
Daar speelt geloof een belangrijke rol, Paulus. Ja? Ja. Ik heb de christelijke school doorlopen, hier in Suriname. En ja, ik heb een christelijke achtergrond. En ja, dan je visie maar naar Jezus. Voorbeeld, hè? Want ik ben weer met kruis en oké, ik ben niet verder gaan verdiepen in het Christus zijn, maar later, toen ik zoveel dingen had al overwonnen in Nederland en verdere studie gedaan en toevallig ook vanuit een katholieke sociale academie, dat is wel een christelijke achtergrond, toen ben ik dan gaan begrijpen, goed gaan begrijpen waarom dit met mij alles is gebeurd. Toen kwam een licht. Maar op dat u komt allemaal door de activiteiten. Licht op uw schenen. Ja. Ja. En ja, je moet de durf, hè? Want als je niks hebt, hoe ga je dan voor een maatschappij daar werken? Hoe ga je solliciteren, et cetera, hè? Maar na operatie ben ik afgekeurd en toch vanuit het arbeidsbureau, hè, werd ik eigenlijk voor de proef uitgezonden naar een gerenommeerde bedrijf als ITT, een technisch bedrijf, een Amerikaans-Nederlands bedrijf. En daar werd ik eigenlijk voor tijdelijk, hè, voor 2 maanden, te werk gesteld. En oké, dat heb ik die kans gegrepen eigenlijk binnen dat bedrijf. Ja, ik heb mijn best gedaan. En toen ben ik zo'n beetje onmisbaar voor mijn baas. Ik zeg, nee, we gaan jou even nog houden. Ja? En hij zegt, ik geef je nog 2 maanden. Ja. En toen vraag ik, wat is de bedoeling met die 2 maanden? Ja, waarom zo kort? Ja. Want als het goed is, 2 maanden is een proeftijd. Ja. 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 Oké, dan is die 2 maanden nou de proeftijd. En als je goed doet, dan nemen we jou een vaste dienst. Ja. En ik heb mijn best gedaan, ik heb het goed gedaan en toen werd ik in vaste dienst genomen. En daar ben ik dan gaan groeien van printplaatmonteur tot zelfproductiecontroleur binnen 5 jaar. Ja. Want ik was een allround man geworden daarbinnen. Ja, dus zoals ik zeg, ik heb daar mijn eerste baas al mijn kans goed weten te benutten. Dus u heeft daar in Nederland gewerkt en gestudeerd. Zo, en dat is het. Ik had u eerder gezegd van, ik was naar Westeinde ziekenhuis voor mijn hersenen. Mijn hersenen was eigenlijk afgekeurd voor de maatschappij door de doktoren. Maar ik zeg, de doktoren die beslissen niet, is mijn hersen, ik beslis. En toen zei ik, nee, laat deze informatie niet naar buiten. Ja, ik wil niet, want ik ben hier gekomen voor bepaalde doeleinden. Ja, ik ben gekomen voor zelfontwikkeling. Ja, toch? En ontplooiing. Ja. Zei de dokter, nou, als je denkt dat je dat kan doen, je bent vrij. Want die informatie is toch van mij, dus het mag niet naar buiten. En dat is gebeurd. Ja. Dus ik kon het daar afgekeurd zijn en je kreeg een goed bedrag, hoor, van de, als je afgekeurd bent, ja, je hoeft niet meer te werken voor je hele leven. Ja, toch? Maar ik heb daarvoor niet gekozen. Ik heb juist gekozen voor mijn vrijheid en ik moet kunnen doen en laten wat ik wil, werken, et cetera. Ontwikkelen, dat is mijn doelstelling. En toen denk ik van, ja, bij ITT, ik heb eigenlijk zo'n beetje het plafond bereikt, hè, wat ik wil bereiken daarbinnen. En we produceren ook productie voor de telefonie, de PTT. En de directeur die kwam ook regelmatig daar op de vloer bij de ITT vanwege achterstand van productie. En daar heb ik echt mee geholpen ook met de ingenieurs om de productie achterstand weg te werken. Ja. Maar voor degene had ik ook aan de directie van PTT gevraagd om bij hun te komen solliciteren bij de overheid, hè? PTT. Ja, natuurlijk, zegt de directeur,
je mag, ja, mijn visitekaart en naar hem moet ik refereren. En toen ben ik gelijk gaan solliciteren. Inderdaad, binnen een week was alles rond. Ik was mag komen aantreden als geoefend werkman. En als een geoefend werkman bij de overheid kon ik veel meer verdienen al dan bij de ITT. Dat is het verschil. Maar uw doel om in Nederland te zijn, ja, is wat anders. Ja, dus mijn doel is om zoveel mogelijk ervaring op te doen, werkervaring. Ja, ja toch? En behalve dat ook studeren. Studeren, ja. En toen was ik ook begonnen in Nederland, was ook mogelijk. Ze noemen dat moeder MAVO, moeder HAVO. Ja? Ja. En daar was ik ook gaan aansluiten. Hè? En dat ging moeizaam, maar het ging wel. Maar toen ik werkzaam was bij de PDT, te werk gesteld, de dienstkring Wassenaar. Ja? En Wassenaar is een elitebuurt, waar ministers, staatssecretaris, ambassadeur, ja toch? Dat is eigenlijk de doelgroep van PDT daar, hè, waar je dan gaat werken. En voor mij is een grote eer om daar te werk gesteld te worden, bij die dienstkring. En op een dag, ik heb bij zoveel ministers gewerkt hoor, en een bekende minister was van Sociale Zaken toen, dat is minister De Koning. Is geen onbekende in Suriname. Die heeft bovendien ook een Surinaamse vrouw. Ja. Ja. Ook een psycholoog, die mevrouw. En toen ik klaar was met het werk daar bij meneer De Koning, we hebben nog gepraat over Suriname, over derde wereldlanden. Dus mijn algemene ontwikkeling was van die aard dat ik mee kon praten. Hè? Ja. En op een gegeven moment, dan na het werk, zei minister De Koning, meneer Somedjo, wat doet hij eigenlijk bij de PTT? Ik zeg, nou, dit is alles wat ik doe. Ja toch, telefoon aanleggen, et cetera, en ja, meer kan ik niet doen vanwege mijn opleiding. Maar die zegt, nee, meer kan je wel doen. Hij zegt van, jouw algemene ontwikkeling is van die aard dat je dan bij de Haagse Hogeschool voor een toelating hogere beroepsonderwijs te doen. Ja, ik moet me alleen aanmelden. Ja. En toen ik naar huis ging, liep ik met die informatie weken hoor. Ben ik nou gek of ben ik wel goed geïnformeerd door de minister? Ja. Ja. Toen heb ik gedacht, nee, hij is minister. Dus het zal wel de waarheid zijn. Ja toch, want hij heeft mij getoetst. Ja, ja, als het ware. En toen ben ik gaan aanmelden bij de Haagse Hogeschool. Inderdaad, ik kwam in aanmerking, hè, voor een cursus VHBO. Dat is voorbereiding tot hogere beroepsonderwijs. Ja. Ja, voor een jaar opleiding. Toen heb ik dat gedaan en ja hoor, ik heb het gehaald. En toen heb ik die kans gegrepen met beide handen. Ik zeg, kijk, als je nog geen milieu hebt en op basis van je ervaring, algemene ontwikkeling, ja toch, en volwassenheid, deze kans kreeg, heb ik gedacht, dan moet ik met beide armen pakken. Ja, inderdaad. En hoe lang heeft die studie geduurd? Ja, de studie heeft 4 jaren geduurd. Ja toch? Eigenlijk 5 jaren, inclusief die voorbereidingsfase. Yeah. Ja. En dat is de studie welzijnswerk, breed, hè? Heeft te maken met het agogisch werk. En agogisch werk heeft te maken met het cultureel werk, maatschappelijk werk en samenlevingsopbouwwerk. Ja. En nou, en ook natuurlijk psychologie, sociologie, welzijnsrecht, alles komt nog erbij kijken hoor. Ja, ja, vakken. En ik heb een part-time opleiding gekozen vanwege dat ik toch nog wat moet verdienen voor de kost en ook voor de school. Ja toch? Ja, mevrouw die werkte ook, dus die hielp mij ook. En zodoende heb ik dan die opleiding mogen volgen, hè? Die 4-jarige opleiding. Uiteindelijk, ik zeg u eerlijk, ik ben als cum laude geslaagd met een extra examenvak andragogie. Wat houdt dat in?
andragogie is niks anders dan onderwijskunde. De theorie en methodieken wat je dan gehad hebt bij de Haagse Hogeschool, kan je op zijn beurt gaan doseren. Daar bij de Haagse Hogeschool. Ja, en tijdens de stage alles heb ik het goed gedaan. En verder hadden ze mij dan ook vastgehouden als gastdocent en studentenbegeleider. Toen u terugkwam naar Suriname, ja. Met die papieren op zak, ja. Wat heeft u gedaan? Wat voor beroep oefent u uit hier in Suriname? Hier in Suriname. Okay, dus vanaf de tijd dat u terugkwam naar Suriname. Ja. Kijk, er is een scala van activiteiten en ervaring wat ik heb opgedaan als bagage, hè, uit Nederland, als welzijnswerker. Want daar werd ik echt geaccepteerd, hè, en geëerbiedigd eigenlijk door de gemeente Den Haag. Als welzijnswerker en met name opbouwwerker. Ja. Want ik zat bij de oude centrum, ik zat bij mijn eigen organisatie, Rukun Budi Utomo. Dan mag ik dan daar... Ja, ik ken die organisatie juist, ook. Ik was daar de koning daardoor geweest. En ik was een duizendpoot. Daar kunnen we een andere keer misschien over praten, ja, uitgebreid. Maar uw vraag, om terug te komen op uw vraag. In het jaar 2000, 2001 ben ik weer geremigreerd. En zo ik zeg, ik zie dat veel mogelijkheden om Nederland te verlaten. Ik had ook naar Curaçao kunnen uitweken. Omdat het een beetje dichterbij en klimatologisch en zo, dat was voor mij voor de hand om toch iets te ondernemen daar. Maar uiteindelijk is het toch Suriname geworden. Dat mijn moeder, in die tijd zat ik... Was het geen verkeerde keus? Nee. Het is echt de juiste keus die ik heb gemaakt. Ik ben weggegaan, ik heb Surinaamse politiek, ontwikkelingen, alles gevolgd van de mogelijkheden. Ik zeg nee, de ontwikkeling van Suriname moet anders. Wat heeft u in Suriname, ja, kunnen doen? Wat betekent u voor de samenleving hier in Suriname? Ja, ik ben gekomen met mijn ervaring en ik heb gezegd, ik had geprobeerd om de politiek in te gaan. Maar nee hoor... Gezien het systeem en de mensen hoe ze politiek bedrijven hier, dan zeg ik dat is water naar zee dragen. Ik ga liever op mijn eigen gootje, ja toch, het volk dienen vanuit de gezondheidszorg. Ja. En toen heb ik mijn eigen kliniek opgezet. Okay. En dat is het folder hier en iedereen is bekend bij mij. Ik heb zoveel mensen geholpen, ja toch, in de afgelopen meer dan 20 jaren. En... nu ben ik al 67, ik heb gedacht, nou, dan moet ik een keertje ophouden en dan anders bezig zijn voor mezelf. Ik heb nog mijn moeder die nog leeft, die veel zorgt. En oké, het was een wens geweest, mijn muziek, hè. Ik was met veel muzikanten bezig geweest en nu voor mezelf heb ik gedacht. Maar niet als beroep, alleen als hobby? Als hobby en... Ik voel me als een burger op wereldniveau. Ik heb heel veel gezien op wereldniveau. Ja. Ja. En vandaar dat ik dan ook op die niveau een boek wil gaan schrijven voor de educatie, voor informatie. Bent u al begonnen? Ik ben al begonnen, maar nu stagneert even mijn muziek eerst. Ik zeg nou, COVID. Dat is nog dit ik bij mij om mijn pokoe te. Dus mijn prioriteit is naar pokoe. Ja toch? Dus mijn beschrijf 100 bladzijden, maar het staat iets meer dan 200 bladzijden, zo'n boek. En dat wordt een hele mooie boek. Maar dat en wanneer kunnen wij dat verwachten? Ik hoop als ik dan januari weer oppak, dan tegen eind van het volgend jaar. Oke. Poro pemirsa sing tansah tak hormati, apa sing diaturake dening Bapak John Somejo. Nang kene wonge bekenigmu karo Dr. Somejo. Jeneng sing asli yaiku Sugito. Wonge Sugito Istono Weweh. Yo suge omong. Krungu dhewe mau apa sing diaturake, ya wis ora mandeg, nek ora tandeg ya ora mandeg.
diaturake dening Bapak John Somejo ya, Pak Sugito Somejo. Dheweke ning Suriname ora nduweni diploma, ora nduweni ijazah. Iku apa drop out. Jagung neng kelas 1 ku kaping pindho 2 taun. Ananging nduweni grenjet kanggo nguyak apa sing dikarepake. Bisa keleksanan tentu nak nduweni apa iku mau impen, nduweni kelangenan bisa keleksanan. Yaiku apa sing diaturake iku mau nduweni kepercayaan marang Gusti. Dituntun dening Gusti nang ngendi wae yen nemoni karepotan tentu bisa luar ana sulisi. Lah iki Suriname iku mau diomongake ning Suriname. Bapak ibune iku mau wong ora duwe ananging yen duweni kepercayaan, duweni grenjet kanggo ngoyak utawa goleki apa sing bakal bisa ngentasne wong tuane, lah iku yo budidaya temenan supaya nikmu bisa kelaksanan apa sing digawe target. Ing wektune taun 2000 balik meneh nang negara Suriname. Balik nang Suriname yo nggawa berkat. Ora berkat sing dipangan, iku mung nggawa sembarang sing bisa digawe nyambung penguripan tegese mung ijazah anggone didorong dening Menteri Songko Sosial iku negara London, Kang Asmo Menteri De Koning iku mau wiro dhewe lan bisa nduweni pangerten yen Bapak John Somejo iku mau bocah sing menawa ya nakal ya. Nek bocah jek nom iku nakal. Yo ora nakal ni nyolong, iku mau gagasan iku mau progresif, lah iku didorong, dilindung dening Menteri De Koning saka negara Londo. Dikongkon sekolah meneh, lah iku bisa netepi kewajiban, netepi perjanjian apa sing iku mau digawe kelangenan. Lan yen balik meneh nang negara Suriname perlu wis duweni pokok, perlu duweni apa iku mau gocekan kaya iku ijazah ya kaya gocekan. Luwe-luwe anggone ibune iku mau ya wis tuwa perlu didorong, perlu ditunggoni. Lah Mas Johnny Somejo balik meneh nang negara Suriname. Nang negara Suriname iku nggawe klinik kanggo ngrewangi masyarakat. 20 tahun ngrewangi masyarakat Suriname. Luwe-luwe turunan Jawa ning negara Suriname. Tegesimu Bapak John Somejo ning babagan sosiologi, psikologi, yologi-logi-logi iku duweni ketunungan duweni kaweruh. Mula tak aturake ning lekasan iku mau salah siji ne sarjono. Sarjono iki is needs understand Wetenschapper. Iku mau bisa matur dhewe. Lah iki nek di kabeh diaturake nang jerone siaran tekane sesuk sesuk sore durung rampung. Mulane ya iku mau diringkes dening wak dhewe so ing liya wektu. Apa iku mau kita bakal temuka ning panggonane utawa tempate Bapak John Somejo kanggo ngalami dhewe, wiro dhewe apa sing dianakake dening Bapak John Somejo, tentu ditambahi aturan iku mau sing diaturake iku mau mung sak seleretan riwayat lan riwayat ning Suriname lan riwayat ning negara Londo. Ning Suriname dheweke iku mau urung tak takoni apa menawa aku ya kenal rikalane aku sik sekolah kakang-kakange apa iku mau Mas John Somejo aku menawa kenal sing ning jenenge Suparmin lan Suparman biyen nak sing Suparmin iku nak ning bus iku bisa rumahser pada sekolah, aku nang ente school, Mas Suparmin ning Krafan Sinsandarov School, sing liane Mas Suparman uga nang Kraf, lan maiku wong meneng, nak sing liane iku
wah keras akhlak iku mau siji menawa nak iki Mas John aku ora kenal. Ora kenal. Mung kenal rupane ananging ora nate takon-takonan lan kanggo pungkasan jalaran siaran iki mung setengah jam. Besok tak balani meneh moro ning panggonane Bapak John Somejo. Wadhe ngerti dhewe yen Bapak John Somejo ing wektu iki njimuk pensiun. Njimuk pensiun iku pensiun tegese leren anggone kerja ngrewangi masyarakat. Ananging kanggo nerusake supaya ne bisa duweni kontak karo masyarakat lha iku songko musik. Ayo ngrungokake aturane Bapak John Somejo ning babakan musik iku sebagai apa sing darani hobi, kesenengan lah diwujudake liwat songko musik yaiku hobine Bapak John Somejo. Miskin kunt u wat meer vertellen over uw hobby, dus hobby van muziek, ja. Muziek maken of dergelijke? Ja, mijn hobby is muziek. Ik heb, kijk, muziek betekent heel veel voor mij. En dat brengt ook een stuk educatie met me mee. Dat is muziekcultuur, hè? Ja. U heeft zo net ons een CD gegeven. Kunnen wij samen in dit programma afdraaien? Ja, natuurlijk kunnen we dat afdraaien. En dan kan het publiek ook luisteren, hè, wat het muziek inhoudt. Muziek is voor mij liefde. Het is vriendschap, het is harmonie, het is veelomvattend muziek. Het kan ook een beroep zijn. En muziek gebruik ik ook tijdens mijn therapie, muziek. Ja. Dus je kan heel veel gebruiken muziek voor vele doeleinden. Hè? En wetenschappelijk heeft onderzoek uitgewezen dat kinderen die met muziek bezighouden veel beter scoren op school. Ja, en zo heb ik mijn kinderen ook hoor, in Nederland ook opgevoed, ook met veel, veel muziek. En nu ik terug ben, dan, ja, dat blijft erbij, hè, dat muziek. Ja, en dat brengt rust en harmonie. U en, zei zo net dat bij het helpen of bij het genezen van de patiënten ook u gebruik maakt van muziek. Hoe gezien dat? Ja. Kijk, ik doe ook aan hypno- en regressietherapie. En wat is dat? Hypno- en regressietherapie. Ja. Ik ben ook een therapeut, hè, als neurochirurg. En dan gebruik ik dat muziek om patiënten naar zijn rust te brengen, naar zijn nulpunt. Een achtergrondmuziek. Ja. Terwijl ik andere dingen zit te praten. Yeah. Terwijl de patiënt daar plat ligt op bed. Hè? Yeah. Ja. En dan plaats ik een neuroconditiemeter. En het is ook een meter om de hersengolven eigenlijk door te meten terwijl ik bezig ben. Yeah. En daaraan kan ik zien dat ook op basis van die muziek, ja toch, zo'n patiënt tot rust komt. En dan kan, dan pas kan ik verder met mijn oké, okay, pa. Ja. Duidelijk genoeg. Ja. Net wat ik zei. Dit programma kan een vervolg hebben. We gaan bij u komen om een ander item te bespreken. Want ja. Er zijn meerdere dingen om besproken te worden. Ja, hoor. En tot slot wil ik u vragen om een boodschap. Naar onze kijkers toe, misschien heeft u een specifieke boodschap naar onze kijkers toe. Ja, ik wil de kijkers oproepen om dan aanstaande woensdag en ook zondag, hè, wordt het herhaald, naar dit programma te kijken. Want het heeft een informatief karakter van de mens, hè, in ontwikkeling, mens als ik namelijk. En je weet hoe de situatie is in onze Javaanse gemeenschap, cultuur, etc. De mogelijkheden, de kansen. Ja, van waar ik ook uitgekomen ben en wat ik heb kunnen maken in het leven. Ondanks alle beperkingen. En zo ik zeg,
heb geloof, heb belief. En als je dan standvastig bent in je geloof, dan... Wat je moet doen is die dingen doen wat nodig is. En die goede dingen, geen slechte dingen. Dan kom je wel ergens goed terecht. En dat is wat gebeurt bij mij. Dank u wel. Oké, Pak Matur Kesuwung. Marang Bapak John Somejo, apa sing diaturake, wis terang lan gamblang, sir duidelik. Lan ik mau lekasan songko deso, songko kampung, anak wong ora duwe, bisa dadi sarjono. Salah sijine priyo sing duweni kepangkatan, kesarjanan, songko kesarjanan, sapa ora bungah. Turunan Jawa yang bisa nduweni kepangkatan, tentu aku melu bunga, KBW melu bunga. Orak nyoal, orak nampe, orak nulak. Yo perlu ditompo, didorong lan dilindungi. Apa sing diaturake dening Bapak John Somejo, yo John Sugito Somejo, wis terang lan gamblang. Sir daudelek, tak kira wis cukup anggonku nduweni siaran iki jalaran. Waktu ini aku mau ngomong sedikit, so yang lio waktu bakal rembukan meneh ngurupoko acoro liom. Songko kene aku nyuwun pamit, yo iki ambalan nomor 4, bisa kepeduk meneh, so ning ambalan nomor 5, ning jerone siaran Blencong sing dilumantarake ing wektune dino Rebo malam Kemis, sak lebari jam 7 lan diambali meneh ing wektune dina Minggu malam Senin sak durunge jam 7. That was it then for what betref the vierde aflevering van Blencong, waarin wij een gesprek hadden gevoerd met Dr. John Somejo. Bedankt voor het willen kijken en graag tot een andere aflevering. Waste the days and waste the night. I have left all you behind. For you don't belong to me. Your heart belongs to someone else. What should I keep loving you when I know that you're not true? Why should I call your name when you're the blame for making me blue? But just sat there and looked down.